Hier in de Aagje Dekenstraat voltrok zich het drama. Op maandag 4 oktober om 8 uur 's ochtends wil een vader zijn 3 kinderen en zijn vrouw met de auto wegbrengen naar de crash. Vlak voordat hij instapt komen er 3 mannen op hem afrennen. Eentje draagt iets dat op een politieuniform lijkt en zegt dat de vader gearresteerd is. Die vertrouwt het niet en vraagt de man zich te identificeren. Daarna gaat het goed mis. Die meneer legt zich daar niet bij neer. Die moet en die zal die sleutels hebben. En die begint de vader te schoppen en te slaan. Nou, die valt op de grond, die raakt het enige tijd bewusteloos. En de man weet dus de sleutels te bemachtigen. Nou, de 2 andere mannen gaan er vandoor. En de man in het politieuniform die stapt in de auto, een blauwe Chrysler Voyager, en die gaat er vandoor. Maar in de auto zitten dan ook nog de vrouw en de 3 kinderen. En inmiddels ook een buurman die te hulp geschoten is. De buurman valt bij het harde optrekken uit de wagen en inmiddels komt de vader weer bij. Nou, de vader ziet dat de auto er vandoor gaat. De vrouw die verzet zich nogal in de auto, die gaat nogal tekeer. En de bestuurder die stopt aan het einde van de straat de auto. En daar weet de vrouw en de kinderen uit de auto te vluchten. De vader ziet zijn vrouw uitstappen met zijn jongste dochter op haar arm. Ook de andere kinderen zijn dan op het nippertje gered. De politie vindt de auto diezelfde maandag 's nachts brandend terug aan de Schansweg in de wijk Overschie. We willen graag informatie over de mannen, de combinatie, de 3 mannen waarvan eentje vermoedelijk in de politieuniform of wat erop leek. De auto, de blauwe Chrysler Voyager, zowel hier in Spangen als op de vindplaats. Nou, daar willen we graag zoveel mogelijk informatie over hebben. U weet nog helemaal niks? Nou, we hebben wel wat informatie, maar in ieder geval niet voldoende om deze zaak op te kunnen lossen. Dus we willen zoveel mogelijk daarover weten. Iedereen die meer over de zaak kan vertellen of iets gezien heeft, kan contact opnemen met de politie.